Nou, Nathan, wat vindt hij? Ik ben er helemaal klaar voor. Ik heb zweetbandjes en een zweetband. Handdoekje, mij kan niks gebeuren. Dus ik kan dit keer gewoon meedoen. Kom maar op. Oh, Ron. Hallo, sorry, ik was nog even beetjes. Hallo kinderen en welkom bij een nieuwe aflevering van Zwemsport at Home, de workout. Het is een pittige workout van ongeveer 10 minuutjes waarin we samen proberen fit te blijven. Alleen, nu is het zo. Knabbel kan niet zonder Babbel. Suske kan niet zonder Wiske. Bassie kan niet zonder Adriaan. En Natorretjes kan niet zonder... Ik moet weer een beroep gaan doen op mijn magische mat, want daar kan ik mee toveren. Kijken of het deze keer weer lukt. Eens even kijken. Lavetsi, alsjeblieft, kom tevoorschijn. Wow! Ah, ja! Het is gelukt! Het is de... Hij is er weer! Lekker snel door naar de eerste workout. Voorafgaand aan alle workout oefeningen hebben we natuurlijk een warming-up nodig, want dat lichaam moet lekker warm worden. En we beginnen bij een hele toffe, namelijk een kung fu opdracht, een karate kid opdracht. De bedoeling is dat je 30 seconden lang voor jezelf, allemaal ninja oefeningen gaat maken. Je mag schoppen, je mag slaan. We gaan beginnen vanaf 3, 2, 1, ja! Shabba! En soja, hoe hoog kan jij je been schoppen? Tak! Oeh, wat een pijn! Shop! Shop! Hoi, hoi, hoi! Shop! 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 Nee! Hoi, hoi, hoi! Shop! Achterwaarts, pas! Shop! Hoe? 3, 2, 1 en! Oeh! Goed gedaan thuis! De warming-up zit erop! We gaan door naar de eerste oefening en een van mijn beste vrienden uit de mediawereld is toch wel Kermit. Kermit de Kikker, let op! Over 3 seconden, we gaan straks naar beneden. Je houdt je handen op de grond en je houdt de sprongen klein. Je mag dat op je plek doen, maar je mag ook natuurlijk door de huiskamer heen. Lavetsi maakt wel een geluid bij. Ietsje hoger, ja. Oh, ja Kermit! Wat? Zo, dit voel je wel hoor, een minuut lang! Een minuut lang, wat krijgen we nou zeg? Als je dit te makkelijk vindt, mag je ook hoger wegspringen. En neerkomen. Oh, nee. Hoger. Nee, zegt hij. Maar jij thuis toch wel? Naar beneden. Kwak. Kwak. Dag, plons. Fijne kikker. Tik. Tik. Kleine sprongjes. Kom op. Lavetsi. Voel je het branden in je benen? Ik wel. Kwak. Kwak. Ga door, Lavetsi. Ga door. Een minuutje. Oh, dit is zwaar, zegt hij. 3, 2, 1. Oh! Oeh. Zo, ik ben echt afgemat. Hij is echt afgemat. Daarvoor hebben we 5 seconden rust. En dan kan ik de volgende oefening even rustig uitleggen. Je hebt 20 seconden de tijd om 3 of 4 wc-rollen te pakken. Heb je nou geen wc-rollen, dan pak je gewoon wat anders. Of een boek, of 3 kussens. Als het maar gestapeld kan worden. Ik wens je heel veel succes. De tijd loopt! Ja! Ik heb me goed voorbereid. Ik heb me goed voorbereid. Hij gaat gewoon naar het toilet wc-rollen halen. Ik heb gewoon mijn eigen blokje hier. Kijk. Huppakee. Dus ik hoef helemaal niet veel meters te maken. Maar waar ben jij? Hallo? Ga je het halen op tijd? Ben je op tijd? Ja. Lavetsi, je bent ruim op tijd. Hoe is het met jou thuis? Heb je wc-rollen gepakt? Netjes. Oké. De volgende oefening doet Lavetsi even voor. Je moet namelijk een toren gaan maken vanuit een plankpositie. Kijk eens even. Heel goed. Wel recht blijven staan, Lavetsi. Je voetjes naar achteren. Zo, in een plank blijven staan. Naar rechts, alleen je armen bewegen. En dat gaan we doen over 3 seconden. 3, 2, 1. Let's go. Je ziet dus de houding van mij is een plank. En je gaat de toren afbreken. Zo. Ja. De toren afbreken. En je gaat de toren weer maken. Wat een geweldige oefening is dit. Als je dit nu doet, zou ik het heel leuk vinden als je jezelf ook filmt. En dat je dit deelt met ons op hashtag ZwemsportAtHome op Instagram ofwel op Facebook of op alle andere social media kanalen. En wellicht zie ik jouw video's wel en dan geef ik jou natuurlijk een hele dikke like. Lavetsi, gaat het goed? Ja. Gaat het bij jou thuis goed? Dit is een geweldige oefening, hè? Ja, voel je al je armspieren en je buikspieren wellicht. En blijf in een planken en blijf die toren opbouwen en afbreken. Goed zo, Lavetsi. Prima, kerel. En als het te zwaar is, doe het gewoon even op je knieën. Maar we hebben nog maar 4 seconden, dus hou vol. 3, 2, 1.
uitstekend. Ik bouw hem nog een keer. Maak hem even goed af, Lavinci, je toren. Maak je toren goed af. Wat heb je het geweldig gedaan. Ik ga je meenemen naar jouw favoriete stadion. Is dat een hockeystadion? Een volleybalstadion? Voor ons is het misschien wel een voetbalstadion. En zie jezelf eens binnenkomen met 10.000 mensen. En ik ga je meenemen in het stadion. Die mensen die applaudisseren voor jou thuis. Jazeker, want je komt het veld op. En je denkt bij jezelf, ik moet een goede warming-up doen. Want ik ga straks een geweldige wedstrijd spelen. Dus je gaat je hakken naar je billen brengen. Niet lager, hè, naar je billen. Je moet gewoon eigenlijk je billen aanraken. En je gaat even knieën. En je gaat even knieën. Hoe hoog kan jij die knietjes krijgen? Je loopt nog steeds in dat geweldige stadion. En dan gaan we een beetje zijwaarts. Een beetje zijwaarts. En gebruik je armen. Jazeker. Wow. Hoor die mensen eens. Woe. Geweldig. Blijf meedoen. Nog even knieën. Nog even hakken billen. Word je al moe. Woe. De minuut is bijna voorbij. Hou vast. Hou vast. Hou vast. Hou vast. Hou vast. Goeie warming up doen. Want straks gaat die wedstrijd beginnen. Tik. Tik. Woe. Nog 10 seconden. Hou vol. Hakken binnen nog één keer. Nog één keer zijwaarts. Goed, Lavinci. Nog één keer zijwaarts. Ratatata. Ho! Oh, oh. Ho! Nog 3, 2, 1. En ik hoop dat jij de wedstrijd hebt gewonnen. En daar is het momentje van ontspanning. Die heb je wederom weer dik verdiend. En Lavinci begint al eigenlijk fantastisch. Want wat heel belangrijk is, ademhaling. Het is neus in. Mond uit. Schouders omhoog. Mond uit, schouders omlaag. Heel erg goed. Je merkt dat je er ook heel rustig van wordt. Heel goed. Neus in. Maak jezelf groot. En mond uit. Je ziet ook mijn arm bewegen een beetje mee, hè? Neus in. Schouders omlaag. Ik verspreid gewoon liefde. Zie je dat? Ik verspreid gewoon liefde naar jullie kinderen, ja. Neus in. Mond uit. Goed zo, Lavinci. Je merkt dat je rustig wordt en dat je straks weer klaar bent om de volgende oefeningen te gaan doen. Lavinci, wat is nou echt typisch een Nederlandse sport? Zwemmen. Ja, dat klopt. Wat is nog meer typisch Nederlands? Fietsen. Ja, fietsen. Maar waar ik eigenlijk naar op zoek ben, is naar schaatsen. Maar het is toch niet typisch Nederlands? Ja, het is hartstikke Nederlands als schaatsen. Daar zijn we super goed in. Dus doe thuis gezellig mee. Over 3, 2, 1. En goed zo. Oh, kijk eens hé. En we gaan ook nog wel synchroon. Nou, dat is wel een heel moeilijk woord. Dat is eigenlijk hetzelfde als tegelijk. En dan gaan we huppakee, zijwaarts die benen. En je mag er natuurlijk ook bij lachen, hè. Je hoeft natuurlijk niet heel boos te kijken, want ik zie je wel boos kijken. Je mag er gewoon bij lachen. Ja, natuurlijk. En dan gaan we. Goed zo, Lavinci. Hou vol. Het is een minuutje lang schaatsen. Wat vinden we het heerlijk. Voel een briesje. Die koude winterlucht door onze mat heen. En bij jou thuis natuurlijk ook. En dan gaan we zijwaarts. Geweldig, Lavinci. Blijf naar voren kantelen. Want we moeten onszelf klein maken. Als het zwaar is, dan kan je wat rechterop. Als het makkelijk is, dan mag je wat verder naar voren. En wat dieper gaan zitten. Door je knieën heen. En dan voel je de spanning op je bovenbenen. Hou vol, Lavinci. Het is natuurlijk een minuutje, hè? En dat kan jij thuis. Nog 10 seconden. Armen erbij, Lavinci. We gaan sprinten, kom. Sprinten, armen erbij. Wow. 5, 4, 3, 2, 1. Woe! Volgende oefening, jazeker. En die volgende oefening die is heel grappig, want het is namelijk een keepersoefening. Hé, hey. En wat we gaan doen is overal die ballen uit de goal pakken. Ja, 3, 2, 1, doe mij na. Eerst bij de grond, dan pak hem in de lucht. Pak hem bij de grond, dan in de lucht. Pak hem bij de grond, handen naast je voeten. Handen naast je voeten, en dan terug. Goed zo, en weer terug. En dan gaan we de bal gooien. Voor rechts, en naar links, en naar rechts. En naar links. Gooi die bal ver weg, keepers van Nederland. Tik. En naar links. En dan gaan we die bal uit de kruising pakken. Links 2 keer. Hup. En rechts 2 keer. Ja, je mag meebewegen, Lavinci. Goed zo. Rechts. Ja. En naar links. Heel goed. En dan even laag. Hier pakken. En dan hier rechts pakken. Goed zo. En links pakken. En rechts pakken. En misschien wel met je voet uitstappen.
Dat doet Tess West altijd heel mooi. En dan links uitstappen. En dan rechts uitstappen. En dan links uitstappen. En nog rechts. Kan je me nog volgen? Links. Wow. Uit de kruising. Nog drie. Nog twee. Laag bij je voeten. En wat ben ik blij dat ik het vak voetbal heb gekozen. En niet keeper. Want wat is dit zwaar zeg. Oh, daar zijn we dan weer aangekomen bij de favoriete oefening van Lavetsi. Opdruk challenge. De opdruk challenge. Wat was nou ook alweer jouw record? Laat ons weten via hashtag ZappenportAtHome. 3, 2, 1. Succes. Oké, let's go. Lavetsi is al begonnen. Ja, heel goed. Als het lastig is, dan gebruik je gewoon eventjes je knieën en hou je voet omhoog. Maar ik ga voor de zwaarste variant. Waar ga jij voor? Welke keuze maak jij? Hoppakee, naar beneden. Hoppa, bam. Oh, we voelen niks zo. Hé joh, dit kunnen we gewoon heel de dag doen als we willen, Lavetsi, of niet? Ja. Goed zo, kerel. Je billetjes ietsje naar beneden. Jij thuis ook, hè? En ga door, hè? Je gaat voor je persoonlijke record. Kom op. Hoppakee, blijf opdrukken. Boom. 85, 86, 80, 87. Ik doe met je mee, want ik ben ook al bij de 113. Ja, ga door. Ga door. Pap, ik kies voor deze variant, want dan kan je even zien hoe het moet. Naar beneden, zo, goed zo, huppakee, naar beneden. En als je nou moe bent, is het niet erg, hè? Dan pak je even je rust, zoek je eventjes je armen los. En dan ga je gewoon weer, huppakee, door met waar je bent gebleven. Was je bij 17, dan ga je naar 18 en dan ga je naar 19. Ja, netjes hoor! Ho! Kom op, toppers thuis! 3, 2, 1, yes! Wow. Mijn record is 140. Bing! Woe! Mijn record is 140. 140 van Lavetsi. Wat is jouw record? Laat het ons weten. En de volgende oefening is... De Superman. Ja, natuurlijk de Superman. Kan jij een goede Superman nadoen, Lavetsi? Laat het eens zien. Zo, dat is wel een heel goed voorbeeld. Doe jij gezellig weer met ons mee? De Superman vanaf 3 seconden. 3, 2, 1. Rechterarm en linkerbeen. Oh, nee. Ja. Zo, goed zo. Ik deed de rechterarm, rechterarm, rechterbeen. Maar... Linkerarm en rechterbeen. Kan jij goed je balans houden? Want dat is natuurlijk heel erg lastig. We vliegen natuurlijk wel door de lucht. Maar kan jij je balans houden? Gaat het goed thuis met de Superman? Gaat het goed? Blijf doorgaan, hè? Mijn is nog gewoon steeds pijn. Goed zo, hou je balans. Nog 10 seconden. Rechterarm, linkerbeen. Geweldig thuis, hou vol. Superman. En Superman. 3 seconden. 1. En we vliegen weer uit beeld. Doei. Oh ja, het schaatsen was gedaan. We zijn namelijk aanbeland bij de cooling down. En vandaag hebben we een hele bijzondere cooling down. Je moet namelijk ontzettend lenig zijn voor deze cooling down. Doe je met ons mee? Je moet eventjes gaan liggen op je rug. Ja. Ga maar lekker liggen op je rug en dan denk je bij jezelf, dit is hem. Nee, want je gaat namelijk proberen, hoe je ook naar voren komt, je tenen aan te raken, goed zo Lavetsi. En dan ga je een koprol achterover maken, maar net niet helemaal. Dus... Wow, ja. En weer terug naar voren. Dus je raakt je voeten aan. En weer een koprol. Terug. Wow. En je voeten aantikken. Een halve koprol terug. Tik. En je gaat weer je voeten aanraken. Netjes, hoe gaat het thuis? Dit is een leuke opdracht, hè? Maar je moet heel lenig zijn. Jazeker, nog 5 seconden. Huppakee. Even lekker ontspannen. Oh, dit vind ik zo lekker, jongens. Ik word ook... helemaal lenig ervan. Je voelt het hier, in ja. Je buikspieren. Ja, je voelt het ook een beetje in je buikspieren. Hupsakeetje. En dan zit het er op voor vandaag, de cooling down. Hoe ver kwam jij met je voeten achter je hoofd? En dat was het weer, Ron. En ik ben helemaal afgemat. Hij is helemaal afgemat. Ik ben ook helemaal gesloopt, Ron. Terug naar jou, hè. Oh. Nou, dat is, was even lekker. Om te mee te maken. Ik vind het knap zwaar, moet ik heel eerlijk zeggen. Oh, nou, weet niet of ik er morgen weer bij ben. Ik kan het niet beloven. Maar voelt goed in ieder geval. Dank jullie wel, hè. Tot morgen.